Ja. Nee, dit is fantastisch. Oh. Dit is de content waar je voor kijkt. Ja, precies. Ik moet af en toe even laten zien dat ik een wilde jongen ben. Een wilde jongen pizza. Oh, ja. Dat was grappig. Brownies. We zitten nu bijna een kwartier in, volgens mij. Oké, dan moeten we al wel een beetje resultaat kunnen zien. Ik weet niet wat dit is. Met een bloemkoolkleur. Een schort. Nou, dat ziet er best netjes uit. De brownies moeten nog 23 minuten... Oh, is dat een goede titel voor de vlog? De brownies moeten nog 23 minuten bij het Noah's aanbrengen. Nee, dat is geen goede titel. De titel moet zijn... ik ga even liggen. Oh, mijn been. Noah breekt weer zijn been tijdens het bakken van brownies. Noah breekt weer zijn been. Oh, ik weet niet of ik dit moet filmen voor de vlog. Nou, die vlog is wel goed bekeken, niet normaal. Welkom bij deze nieuwe cake check. We gaan de cake checken. Nice! Brownies. Wow. Ik vind het ook leuk dat we niet de hele brownie laten zien. I know. Zag ook niet uit. Nee, het zag er een soort uit als de Mount Everest. Maar... minder groot. Dat zegt niks over hoe die smaakt. Een heel goede brownie. Dit is dus onze bloemkool taart cake geworden. Waar je aan de binnenkant groen ziet. Oftewel, nice. Moet je eens even met je mes langs alle randen. Moet er niet in de koelkast? Moet in de koelkast? Bloemkoolkoel in. Ik weet niet hoe lang dit goed blijft. Max, 3 dagen. Nee, bloemkool blijft effectief voor 3 maanden. Dat gaat er niet uit. Of je kan hem gewoon al in 2 stukken snijden. De vraag is, hoe gaat dat helpen? Heb je wel eens normaal bloemkool gedaan? Nee, ook nog nooit. Dan zou ik dit niet als eerste keer bloemkool. Precies. Ga je de kijkers nog laten zien hoe je het gaat inpakken met aluminiumfolie? Wat dacht je van gewoon het glas kapot gooien en dan die cake eruit halen? Ja, dan moet ik een nieuwe ovenschaal kopen. Harm achter de knoppen. Oké, op zich ziet hij er lekkerder uit dan dat ik verwacht had. Oké, je weet hoe erg je een cake verpest hebt als je niet eens 1 hapje durft te nemen. Terwijl hij er zo oké uitziet. Dus ik schenk hem lekker aan Noah en zijn vrienden. Die wil niet weten wat we erdoor hebben gedaan. Bloemkool. Het was ook een beetje een rare combinatie. Het is een soort, je weet wel, zo'n magic cake. Waar dan zo'n magic filling in zit. Normaal is dat lekker. En nu niet. Dus het is een soort 1 april fopcake. Yes. Oké, je ziet niks. Die film nog. Nee. Ja. Ik heb een heel klein stukje gehad. Hij valt op zich mee. Hij is best lekker. Dus, nice. Ja, dat snap ik niet. Waar het over gaat, dat snap ik niet. Oh, maar dat heb ik ook nog wel eens met mijn video's. Yes. En dan, ik heb net genoeg gepakt. En dan denken je ouders niet soms, dat ligt er voor boom op zijn kamer. Hoe lang blijft cake goed? Wil je die nog even in je hand houden voor een foto? Dit is een kilo coke. Maar was super ge... Oh, ik dacht... Was super ge... Waarom? Met links? Gezellig. I always have time for a good old friend. Ik kan geen Engels. Oh, dat betekende ik heb altijd tijd voor een goede oude vriend. Wou je me slaan of... Nee, je doet gewoon als je mensen mag, dan doe je gewoon dit. Ah, waarom? Heerlijke fiets. Oh. Zo, met een gangsterfiets. Zou de band opgeblazen zijn? Nee. En nee. Mountainbikes horen toch lekker banden te hebben. Laten we een wielen doen. Oké, ik kan hier echt net een thumbnail uithalen. Hier, laat mij eens. Hoe werkt een mountainbike? Auto. Gewoon als een fiets, zeg maar. Oh. En nu nog vallen. Ja,
thumbnail. Ja. Nee, dit is fantastisch. Dit is de content waar je voor kijkt. Absoluut. Dit sloeg ergens op. En dit was niet raar. Nee. Dit is het einde van de video. Doei. Netjes. Wow. Ik kan dat met cola niet eens zo snel. Ja, ik kan het zo. Ik vind het ook kut. Ben je nog aan het filmen? Ja. Ik vind het moeilijk uit. Ik zeg allemaal nog niet chill. Zo net stoer heb lopen doen.